gaat. Dank u. Dank. Het woord is aan de heer Griemers en hij spreekt namens de ChristenUnie-fractie. Voorzitter, dank u wel. Het is een week van buikpijn over de impact van de stikstofaanpak op familiebedrijven en leefgemeenschappen. Tuinders die niet meer zien zitten om hun bedrijf eigenlijk voor te zetten en gedwongen stil moeten leggen. Maar ook van de vele kotters die aan de kant liggen. Op dit moment, collega Van der Plas zei het ook al, liggen 40 boomkorkotters aan de kant. En dat aantal neemt toe en de kosten lopen gewoon door. Deze kotters hadden met puls gevist als deze nog was toegestaan. Maar worden nu het hardst getroffen door de opeenstapeling van crisis. Brexit, puls verboden, maar nu de extreme brandstofkostenstijging. Bemanning, vaak 60SP'ers, gaan elders aan de slag. Ze hebben immers ook een gezin te onderhouden. Goede krachten die je niet zomaar meer terugkrijgt. Zeker niet in deze arbeidsmarkt waar praktisch geschoolde talenten niet voor het oprapen liggen. Precies de reden waarom sommige kotters nog wel uitvaren, om hun mensen maar niet kwijt te raken. Dan maar verliesdraaiend. Maar hoe lang gaan ze dit nog volhouden? Vrijwel elke fractie in dit huis hoopt op een Europese heroverweging wat betreft de puls. En daarvoor lijkt gezien de laatste stemming in het Europees parlement, naar aanleiding van een motie van mijn gewaardeerde collega Peter van Dalen, de deur langzaam weer op een kier te staan. Mijn vraag: wil de minister blijven knokken voor deze vistechniek? Zonder puls wordt het voor de tongvisserij een verschrikkelijk moeilijke toekomst. En hopelijk kan de crisis net dat setje zijn wat nodig is om andere lidstaten wat nuchterder naar dit dossier te laten kijken. Bovendien, het zijn niet alleen de vissers die dreigen om te vallen. Ze zijn de spil in hele gemeenschappen, zoals op Urk. Scheepseigenaren koersen aan op beëindiging van hun vaak eeuwenoude familiebedrijven. En waar de visserijsector er een is van diepgewortelde traditie, is het er ook een van vooruitgang en innovatie. En dan heb ik het nog niet eens over de visafslagen en de verwerkende industrie gehad. De sector wil innoveren en onafhankelijk worden van onvrije landen, ook als het gaat om brandstof. Maar er zijn twee dingen voor nodig: tijd en geld. In het Noordzeeakkoord is zo'n 200 miljoen aan transitiegelden toegezegd, zegt aan de sector. Daarnaast ligt er nog een barfonds om de gevolgen van de Brexit mee te ondervangen. Ook weer zo'n 150 miljoen. Maar deze zijn nog steeds niet volledig beschikbaar. En zoals mij terecht werd gezegd, dat voelt als een glazen snoeppotje op een plank net te hoog, waar vanuit alles beloofd wordt, maar waar je net niet bij kan. Kleine innovaties zijn gefinancierd uit dit fonds, maar de grote, de aandrijving, nog niet. Voorzitter, waar zit nou eigenlijk de vertraging, is mijn vraag aan de minister. En hoe kan hij die wegnemen en zo snel mogelijk tot openstelling overgaan? Welke mogelijkheden zijn er verder op korte termijn voor dit fonds? Kan hiermee ook de acute crisis verminderd worden? In Europa is intussen een vrijstelling op de staatssteunregeling voor brandstofsteun uit het Europees Visserijfonds voor de visserijsector afgevaardigd. En onze buurlanden en concurrenten, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje, maken daar dankbaar gebruik van. De minister geeft aan niet over te kunnen gaan op deze steun, omdat de kabinetslijn is om geen enkele sector brandstofsteun te verlenen. Maar de duurzame puls is afgeschoten door Europa. De brexitgelden, ook weer 150 miljoen, zijn nog niet beschikbaar. En ook het innovatiefonds uit het Noordzeeakkoord is dus nog niet opengesteld. Dit maakt dat de visserijsector echt in een wat andere situatie zit dan veel andere sectoren. Bovendien, als er meer vis van ver geïmporteerd wordt omdat vissen hier onbetaalbaar wordt, krijgen we extra klimaatvervuiling en milieu-impact erbij. Vis uit Azië is immers vele maanden minder duurzaam. Door vangstmethodes, gebrek aan beschermde wetgeving en vooral het feit dat deze de halve wereld overgevlogen moet worden. Iedereen gelijkwaardig behandelen is iets anders dan iedereen gelijk behandelen. En dat geldt ook voor sectoren. Maatwerk is nodig en daarom mijn vraag: is de minister het met me eens dat er oneerlijke concurrentie ontstaat doordat onze buurlanden wel steun verlenen, maar Nederland niet? Hoe neemt het kabinet die verschillende sectoren nou mee in haar weging om geen enkele sector steun te verlenen? En is er echt niet meer ruimte voor maatwerk gezien de toch wel steeds erg slechter wordende situatie?